Veel Caribische jongeren zijn onbekend met de Caricom Single Market and Economy, CSME, en de voordelen die dit voor hun toekomst biedt. Dit ligt aan een gebrek aan educatie en beperkte betrokkenheid vanuit de jongeren zelf. Om het eerder genoemde te bevorderen, wil de jongerentak van Caricom meer bewustwording creëren. Onlangs gelanceerde Caricom Young Professionals Program, CYPP, streeft ernaar om jongeren in de regio te versterken door hen de nodige kennis en vaardigheden te geven over de CSME. Michelle Smorbortley van het Caricom Secretariaat zegt dat het CYPP de kloof kan dichten en jongeren kan betrekken bij regionale samenwerking. Het programma duurt 4 maanden en omvat trainingen, workshops en netwerkevenementen. Het doel is om jonge professionals te leren omgaan met de complexiteiten van de CSME. Deelnemers worden ook aangemoedigd om hun stem te laten horen in beleidsdiscussies. Het CYPP bevordert ook het oprichten van een Caricom Young Professional Network. Dit netwerk zal een platform bieden voor samenwerking en ideeënuitwisseling. Zo wordt gestreefd naar meer jongerenbetrokkenheid bij de besluitvorming rond de implementatie van de CSME.